In de ballroom van het Lalaroek-gebouw is op dinsdag 7 december 2021 het trainingsproject Capaciteitsversterking Districtscommissarissen van start gegaan. Het betreft een activiteit van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het hoofddoel van deze training is om de kenniscapaciteit van de functionarissen te vergroten en hen ruimschoots toe te rusten in de uitoefening van hun taak. Eigenlijk de launching van de capaciteitsversterking van de districtscommissarissen Suriname. We gaan het launchen zo'n beetje. Maar ik wil wel benadrukken dat die training al vanaf het begin, vanaf de installatie van de districtscommissarissen, is begonnen. Ze hebben literatuur gekregen die ze moesten bestuderen. Het houdt eigenlijk in dat we eigenlijk dieper op in zullen gaan op het trainen van de districtscommissarissen. Het wordt direct uitgestippeld van ongeveer een jaar, 6 maanden training en 6 maanden een 4-dress begeleiding. Is het de bedoeling dat alle DC's meedoen hieraan? Ja, het is de bedoeling dat alle DC's verplicht hieraan meedoen. Maar toch, u zei capaciteitsversterking. Wat houdt dat eigenlijk precies in als u in details kunt uitleggen? Ze hebben stof meegekregen om te bestuderen, zei u? Dus vanaf de installatie van de nieuwe DC's hebben ze literatuur gekregen om te bestuderen. Maar wat we nu gaan doen is, we gaan eigenlijk dieper op ingaan op de stof. En we gaan praten over wet regionale ontwikkelingen, regionale organen. We gaan eigenlijk ingaan op crisismanagement. We gaan eigenlijk praten over de taken van een districtscommissaris, over die verschillende wetgevingen die daaraan gekoppeld zijn. Eigenlijk over de functie. Wat je wel mag en wat je niet mag. Hoe ver reikt jouw bevoegdheid. Dus dat zijn zo'n beetje concreet enkele van de zaken die zullen worden behandeld. En daaraan gekoppeld zal er een coaching traject gekoppeld. Dus aan elke DC zal een bepaalde coach gevoegd worden. Een oude DC die heel veel ervaring heeft, die het werk heeft gedaan en ze begeleiden als ze vragen hebben. En hoe lang zal deze training duren? De training zal ongeveer 6 maanden duren, 1 keer per maand. En wat voor doel beoogt RO dan hiermee? Het versterken van eigenlijk. Dus kijk, dit moet ook worden gezien in het kader van decentralisatie. Want je gaat je districten versterken, je gaat je bestuursambtenaren versterken, de commissarissen versterken. Dus in dat kader moet het worden gezien. En door wie zal die training vandaag gegeven worden? Vandaag is er geen training. Vandaag de launch. Launching. Ja, nou, de minister gaat een toespraak houden. En de voorzitter van de commissie, die belast is met het organiseren van dit alles, gaat een toespraak houden. De verschillende directeuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport gaan een toespraak houden. Dus eigenlijk, het is ook je creëert eigenlijk een beeld van het ministerie. Terug, we zijn vandaag in verband met de launching van onze DC-training. Je weet, ik heb het vaker gezegd, als je wordt getraind, is het niet omdat je niet super bent, maar je wordt er steeds beter van. Jullie zitten langer dan een jaar en de ervaring hebben jullie dus al opgedaan. Waardoor tijdens de training of bijscholing het heel makkelijk zal zijn om je situaties, de knelpunten, te herkennen waarmee je dus zit op het commissariaat. De commissariaten verschillen, niet veel. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het commissariaat van Sipaliwini. Welkom, Sipaliwini DC. Jullie komen helemaal van Tapanahoni. Van Zwarte Hogebrugstraat. Naar Paramaribo. En dan zie je wel dat het zal verschillen als je kijkt naar het commissariaat van bijvoorbeeld DC Yafende, DC Ibola. Die uitdagingen verschillen, ja. En daarom is het ook niet slecht dat jullie dus een tijdje eerder zijn begonnen met het werk. Het is heel makkelijker om dan tijdens die bijscholing of training de zaken waarmee je geconfronteerd raakt binnen het commissariaat herkent. Om even dus terug te gaan in de grondwet van 1987. Je weet wanneer het gaat om DC's, dan gaat het om wetgeving.
En daarom heeft de directeur het daarnet aangegeven. Wanneer het gaat om dus het onderdirectoraat, daar heb je dus een kamer vol aan juristen. Dus mocht het zijn dat je dus een beetje verlegen zit met de wetgeving en juristen, dan mag je kloppen bij de OD Jennifer Wachter. Ik neem aan dat jullie haar allemaal kennen. Want wanneer het gaat om DC, dat is zij het, ja. Kennen ze je allemaal, OD? En daarom zal ik daar ook beginnen. In de grondwet van 1987 en de wet regionale organen is de bestuurlijke organisatie van Suriname geregeld. In deze wetten wordt de politiek-bestuurlijke structuur van de districten geregeld. Ook is de inrichting en bevoegdheden van de regionale organen hierin meegenomen. De grondwet en de wet regionale organen had alle bedoeling om voor de districten een bestuursmodel van lokale overheid te doen ontwikkelen. De regionale organen hebben niet als zodanig kunnen functioneren vanwege het ontbreken van autonome bevoegdheden om eigen inkomsten te kunnen genereren. In de periode van de inwerkingtreden van de WRO was het district een zuiver administratief resort. De CC is volgens het reglement op het beheer der resorten en het staatsbesluit van 23 juli 1990 ter uitvoering van artikel 32. Je hoort het heel veel wetten en regels, allerlei zaken. Mensen letten erop, daarom ben je DC. Je weet het, en jullie waren dus een ambtelijk orgaan van de centrale overheid. De grondslag voor het bestuurlijk handelen van deze regering is het beschrijven en operationeel maken van het overheidsbeleid, waarbij de regering een faciliterend, controlerende en aanmoedigende rol vervult. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is conform het besluit taakomschrijving departementen 1991 belast met verschillende taken aangaande het bestuur op regionaal niveau, waarbij de bestuurdienst een belangrijke rol speelt. U weet dat de DC vertegenwoordigt de regering in het district. De bestuurdienst onder leiding, heb je gehoord, DC? De bestuurdienst onder leiding van de DC, natuurlijk, kan niet anders gezien worden dan als vertegenwoordiging van de regering op regionaal niveau en moet derhalve een goede uitdrager zijn van het beleid van de regering. In deze moderne wereld is een effectieve overheid een absolute noodzaak. Zo wordt ook op regionaal niveau effectief overheidshandelen verwacht van de bestuurdienst, waarbij de visie gericht op sociale vooruitgang van de mens en maatschappij door middel van bestuurlijke vernieuwing, economische ontwikkeling en bescherming van het milieu centraal staat. In het belang van het ontwikkelen van uw district is het van eminent belang om de districtscommissarissen te trainen, bij te scholen op het gebied van communicatie, modern management en bestuursrecht. En je hebt nog heel wat andere punten. Natuurlijk, als we vandaag beginnen, komen we niet klaar. De DC heeft heel veel onderzoek. Daarom is het doel van de training bijscholingen is om u meer tools aan te reiken, om samen met het gehele volk in eenheid duurzame welvaart en welzijn voor alle Surinamers te bewerkstelligen. Hierbij wil ik jullie allemaal vragen, DC's, om te participeren en alles mee te nemen welke u zal meekrijgen tegen bij deze training. Het gaat om trainers die een beetje weten wat het is, in de meeste gevallen, waarmee dus eigenlijk de DC's allemaal te kampen hebben, die ervaring hebben ze. Maken jullie gebruik van. Nemen jullie alles mee. Zitten jullie niet met vragen. Stel de vragen en kom eruit. En kom heel sterk en beter uit. En zo zal je ook het ministerie
niet alleen het ministerie, maar ook de regering welke u vertegenwoordigt, sterker maken in het district. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel.